In deze les gaan we het hebben over verdedigen. We hebben al eerder gezien dat als een stuk van ons aangevallen staat, dat we dan terug kunnen halen, dat we eigenlijk kunnen vluchten, zo gezegd. In deze les gaan we er iets tussen plaatsen. Er staat al een stelling op het bord. Daarin valt de Zwarte Toren de Witte Dame aan. Maar daarna staat ook nog eens het Witte Paard aangevallen in het centrum van het bord door de Zwarte Dame. En de beste manier om daar een oplossing voor te vinden, tegen die dubbele aanval eigenlijk, is door het paard tussen te plaatsen op tussen de dame en de toren in. Zodat en het paard niet meer aangevallen staat en de dame ook niet. Dus eigenlijk met deze vorm van verdedigen hebben we beide stukken gered. Moeilijke techniek, maar wel een die behoorlijk wat stukken kan kosten tijdens een partij. Dus wel belangrijk om te leren. Succes!